Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. DNA stemt in met meerjaren ontwikkelingsplan 2022-2026. Vision 2060 moet toekomstige inrichting Suriname in kaart brengen. Defensieminister Matura blikt tevreden terug op 2021. Gebed voor regering, land en volk tijdens kerstgebedsdienst. En Omicron-variant sneller en besmettelijker. Het meerjaren ontwikkelingsplan MOP 2022-2026 is op maandag 20 december 2021 met 32 stemmen voor en 11 tegen aangenomen in de Nationale Assemblee. Met het MOP, het herstelplan en het tripartiet akkoord is thans een reeks van instrumenten in place om als grondslag te dienen voor het financieel-economisch herstel en de verdere ontwikkeling van Suriname. President Chandrika Persat Santokhi sprak namens de regering zijn dank uit voor de goedkeuring. Stemming. Wet van 2021 houden de vaststelling van het meerjaren ontwikkelingsplan voor de periode 2022 tot en met 2026. Meerjaren ontwikkelingsplan 2022-2026. Artikel 1, woord of stemming. Artikel 2, woord of stemming. Considerans en intitulé woord of stemming. Het gehele ontwerp wordt thans in stemming gebracht met het meerjaren ontwikkelingsplan 2022-2026 zoals gewijzigd. Wie is voor? Voor. En wie is tegen? Nee. 11 tegen. 11 tegen, dat betekent dat deze wet, het meerjaren ontwikkelingsplan voor de periode 2022 tot en met 2026, is aangenomen met 32 stemmen voor en 11 tegen. De hamer is gevallen, president, gefeliciteerd. Nationale Assemblee, maar ook alle deskundigen. En het volk van Suriname met dit voor ons belangrijk moment. Ja, de regering heeft een brede draagvlak van 32 stemmen als volksvertegenwoordiging om dit beleid verder voor te zetten. Dank u wel, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, namens de regering wil ik uw geacht college bedanken. In de eerste plaats voor de goedkeuring van ons meerjaren ontwikkelingsprogramma. Tweede plaats ook, meneer voorzitter, inzichten die allemaal gepresenteerd zijn, of het nou van de coalitie was of oppositie, die nemen we allemaal ter harte. Daar waar er nog aanpassing gepleegd zal worden, zoals de minister dat zei, dan zal het in een schoon exemplaar terugkomen naar uw geachte college, meneer voorzitter. Wij zijn heel serieus als het gaat om hebben van die beleidsdocumenten om de juiste richting te kunnen geven, meneer de voorzitter. En dit hebben we allemaal in een korte tijdsperiode met Surinamers gedaan. Ontwikkelen van ons herstelplan, ontwikkelen van ons jaarplan, ontwikkelen van ons MOP. En straks 22 december staat op agenda, namelijk de Extended Fund Facility van het IMF. Waar Surinaamse deskundigen allemaal bij betrokken zijn, meneer de voorzitter. Herschikken van de schuld, Surinaamse deskundigen, waar we een buitenlands bureau hebben ingehuurd, om te komen tot goede herschikking. Dat geeft al aan dat we in staat zijn en dat we dit nu moeten gaan verruimen met meer kader, meer betrokkenheid. En ik zal als president ervoor waken dat inderdaad die betrokkenheid komt van ieder, meneer de voorzitter, waar we ieder nodig om dit plan te gaan uitvoeren. Het is noodzakelijk
om voor het herstel van Suriname een visie te formuleren voor de lange termijn. Een visie die naar duurzame ontwikkeling moet leiden. In dit kader zal in januari 2022 een nationale commissie Vision 2060 worden ingesteld met betrokkenheid van alle politieke geledingen, maatschappelijke organisaties en functionele groepen. Zo liet president Chandrika Persat Santokhi op maandag 20 december 2021 in het parlement weten. Het herstelplan dat dient om de acute crisis op te lossen, zodat we weer richting stabiliteit gaan. En op basis van die stabiliteit volgt het MOP, op basis waarvan meer dan 100 projecten zullen worden uitgevoerd in de groei- en de moderniseringsfase. Daarnaast is het noodzakelijk om een visie te formuleren voor de lange termijn. Wat op de korte en middellange termijn, die zoals aangegeven in ons herstelplan en MOP, moeten ook op lange termijn naar duurzame ontwikkeling leiden. Ja, we hebben als VHP in het jaar 2013, dat is 8 jaar geleden, meneer de voorzitter, een Vision 2030 document geproduceerd met betrokkenheid en input van alle politieke en maatschappelijke geledingen, meneer de voorzitter. En we zijn nu jaren verder en in die jaren is onze intrinsieke ontwikkelingspotentie mede door de olie- en gasfondsen anders, waardoor wij een nieuwe lange termijn visie zullen moeten ontwikkelen. Voor het opstellen van deze lange termijn visie zal in januari 2022 een nationale commissie Vision 2060 worden ingesteld met betrokkenheid van alle politieke geledingen, maatschappelijke organisaties en functionele groepen. Meneer voorzitter, deze Vision 2060 moet politieke en maatschappelijke draagvlak hebben om de toekomstige inrichting van onze maatschappij, samenleving en economie in kaart te brengen. Op welke manier zullen onze burgers deelnemen aan de maatschappij en zullen zij de maatschappij vormgeven? Hoe dragen we de zorg voor burgerschapvorming en actieve burgerparticipatie binnen onze samenleving? Hoe zorgen we voor de verbetering van onze democratie en good governance, het bevorderen van grond- en mensenrechten, het realiseren van duurzame ontwikkeling, dat onze burgers ook een sociale verantwoordelijkheid kennen, dat gelijkwaardigheid wordt betracht en hoe moeten we omgaan met onze maatschappelijke diversiteit? Maar meneer voorzitter, ook zaken als onze sociaal-economische ontwikkeling, daar moet een goede richting aan geven. Welke sectoren genieten prioriteit in de economische ontwikkeling? Hoe moeten we ons onderwijssysteem daarop inrichten? En hoe zorgen we voor genoeg werkgelegenheid, maar ook genoeg beschikbaarheid van menselijk kapitaal? Kortom, meneer voorzitter, waar moet de gehele samenleving, waaronder de regering en de maatschappij in brede zin, in de komende 40 jaren naartoe werken? En waar willen wij dan gezamenlijk zijn? En hoe moet onze maatschappij daar ingericht zijn? Dat zal Vision 2060 moeten beschrijven, meneer voorzitter. Minister Krishna Kumari Mathura van Defensie blikt tevreden terug op het haast afgelopen jaar. Tijdens een op dinsdag 21 december 2021 belegde persconferentie sprak de bewindsvrouw van een jaar vol uitdagingen en kansen om resultaten neer te zetten. Het ministerie heeft voor de komende 5 jaar een beleidsplan als leidraad. De bewindsvrouw is trots op elk lid van haar ministerie en het defensieapparaat. Laat me beginnen vandaag een beetje terugkijken naar het begin. Begin januari 2021, naar wat er nu tot nu toe is gebeurd. Maar ook kijken naar wat we het komend jaar 2022 kunnen verwachten. En laat me beginnen door te zeggen dat het voor mij een zeer leerrijk jaar was. Een bijzonder leerrijk jaar was. Ik heb ontzettend kunnen leren. Ik heb veel mensen ontmoet.
in Suriname, in het leger, op het ministerie van Defensie, maar ook in het buitenland. Ik heb met veel mensen mogen samenwerken. Het was een jaar van uitdagingen, COVID-19, maar ook beperkte financiële middelen. Maar het was een jaar ook vol kansen. Kansen om hard te werken, om je land te dienen, om mensen te dienen, die samenleving te dienen en om resultaten neer te zetten. En dat was onze leidraad in 2021. En ik moet zeggen dat ik bijzonder trots ben als minister van Defensie op mijn personeel. Op elk een van het ministerie van Defensie, van het Nationaal Leger, elke militair die zijn of haar bijdrage heeft geleverd. Elke personeelslid die zijn of haar bijdrage heeft geleverd. Ook de leiding, ik moet zeggen een geweldig team waar ik aan leiding moet geven. En we hebben dit samen gedaan. En we gaan door met dezelfde enthousiasme naar 2022. Even terugblik naar waar we mee begonnen zijn. En we zijn begonnen eigenlijk met een ontwikkelingseenheid waar we die moesten terugbrengen onder het gezag van de bevelhebber van het Nationaal Leger. Een ontwikkelingseenheid die onder de minister was, 700 man. En het is inmiddels teruggegaan. Tweede is dat we heel helder voor onszelf moesten hebben van wat zullen de prioriteiten zijn voor ons voor de komende 5 jaren. We hebben een beleidsplan opgesteld voor de komende 5 jaren die als leidraad dient voor ons. Geestelijken van verschillende christelijke denominaties hebben op uitnodiging van president Chandrika Persad Santokhi een kerstgebedsdienst gehouden op het presidentieel paleis. Bij deze gelegenheid op maandag 20 december 2021 is er gebeden voor regering, land en volk. Naast het staatshoofd waren ook First Lady Melissa Santokhi Sinaceri, vice-president Ronnie Brunswijk en de leden van de Raad van Ministers aanwezig. Heer onze God, u bent in de schoot van de maagd Maria mens geworden en geboren als een hulpeloos kind. Offers brengen geeft hoop. En Jezus Christus stond weer op uit de dood en ook het volk dat in hem gelooft leefde op en zal ook nu weer leven. Leven naar goede tijden. En zo zullen wij ook als volk opstaan uit de crisis. En weer welzijn en welvaart brengen voor ons volk. En zo zullen we als land weer onze economie herstellen. En economische groei bewerkstelligen. En zo zullen wij weer een waardige natie zijn in de wereld. Laten wij als volk gezamenlijk werken naar welzijn voor ieder. In dit door God gezegend mooi land. Vakbeweging, bedrijfsleven, overheid, kerken, geestelijken, alle geloofsgroepen, alle belangengroepen. Iedereen. En dat de Heere Jezus door zijn komst, offer en opstanding en alle andere belangengroepen en iedereen mag leiden uit deze crisis naar een mooie, prachtige toekomst. En dat de Heere Jezus door zijn komst, offer en opstanding ons daartoe mag blijven helpen. Ik
alle gezinnen in Suriname een duurzame oplossing voor hun situatie. Ik wens dat God, dat zij gaan bidden tot God, maar ook bidden voor de regering zoals het in het woord staat. Bid voor de overheid, zodat wij een rustig leven hebben om te leven. Dat vooral kinderen in de wijken waar er problemen zijn, toch? Achtergestelde mensen, maar ook mensen met een geestelijke of een lichamelijke beperking, dat God ze gaat rijkelijk zal zegenen. En ik kan u zeggen, zus, in het komend jaar zal ondergetekende, behalve bidden met de president, behalve hem adviseren, acties ondernemen om naar hun toe te gaan. Ik kan u zeggen tot slot dat er heel wat donaties onderweg zijn. De samenleving wil ik alvast bedanken dat wij als samenleving, als natie, het eind van het jaar mogen bereiken. Dat ook vooral degenen die mee hebben gewerkt om onze gemeenschap te helpen beschermen door zich te laten vaccineren. En waardoor onze economie ook makkelijker, sneller open kan. Degenen die zich inzetten om te werken, wat voor diensten dan ook leveren, wat voor goederen die ook produceren, wil ik bedanken dat iedere Surinamer die werkt, iedere Surinamer die produceert, iedere Surinamer die positief denkt en bijdraagt aan elkaar optimistisch maken, elkaar stimuleren, wil ik bedanken. Omdat door positief te denken, je in te zetten, samen te werken en productief zijn, zo kunnen we onze economie opbouwen. Omicron is sedert begin november de meest recente variant van het COVID-19-virus. Lange tijd is er weinig bekend geweest over het gedrag van deze variant. Echter is het nu duidelijk dat Omicron zich sneller dan overige varianten verspreidt en ook nog besmettelijker is. Deze variant heeft ook de eigenschap dat het door de immuniteit van reeds gevaccineerden kan breken. Om dit te voorkomen is een derde, oftewel boosterprik, van alle vaccins aangeraden. Wereldwijd worden er strengere maatregelen getroffen om de verspreiding van Omicron een halt toe te roepen. Met het toedienen van boostervaccins heeft Suriname vroeg geanticipeerd op deze situatie. Inmiddels hebben al meer dan 15.000 personen hun derde prik gehaald. Help u eraan mee om op deze manier de immuniteit van de samenleving te vergroten. Kijkers, dit was Focus voor vandaag. Ik bedank u voor uw aandacht. Goedenavond.